ja. Het kleutergezicht. Nou, bijna wel. Ik heb nog wel gedemonstreerd toen de NAROS wet kwam. En docenten op de lagere school echt te weinig gingen verdienen. Toen heb ik wel gedemonstreerd. Ja, tegen Deetman, geloof ik. Tegen Deetman. Ik heb niet gezegd Liks en Reetman, want dat ging echt op te ver. Dat was niet zo van de ouders. Nee, ik was 4 in 1980. Ik was 14 in 1990. Wat maak je allemaal mee tussen je 4e en je 14e? Ja, nou ja. Ja. Je eerste verliefdheid, je eerste... Waar komt jou die interesse vandaan? Die interesse van de jaren 80. Nou, ik denk dat het vooral vandaan komt van mijn interesse voor politieke geschiedenis. Mm. En eigenlijk ook juist een beetje afstandelijke politieke geschiedenis. Ik ben een historicus, normaal gesproken vooral in de 19e eeuw geïnteresseerd. Ja, daar ben je ook op gepromoveerd, parlementaire cultuur in de 19e eeuw. Inderdaad, hoe het parlement ontstond, zou ik maar zeggen. De Mannen van Gezag heette dat boek. Ja. Ver weg, ver verleden. En ik had eigenlijk zoiets juist omdat de jaren 80 zo populair geclaimd aan het worden. Wat dat nu gebeurt, zou ik zeggen. Ik juist probeerde om eigenlijk bijna alsof ik een 19e eeuwer was naar de jaren 80 te kijken. Dus net te doen ook alsof al die mensen die leefden in de jaren 80 en die ook nog steeds leven, om die te beoordelen, om die te bestuderen aan de hand van de bronnen die ze op dat moment hebben achtergelaten. Ja, dat moment. Maar dat is inderdaad opvallend, want je bent niet gaan zeggen van nou, ik ga ze nog eens een keer interviewen. Nee, dat had natuurlijk heel goed gekund en dat zou ik ook heel graag willen doen, maar dat wilde ik pas doen eigenlijk nadat dit boek geschreven was. Ja, dus dat is eigenlijk de vervolg hierop. Ja, ik ben nu ook heel benieuwd namelijk hoe mensen die de jaren 80 nou werkelijk beleefd hebben, hè, of zij iets van hun avonturen erkennen of herkennen in dit boek, of dat het gewoon totale kwastje is. Ja, maar ja. Die vraag bestaan de jaren 80? Daar lijkt dat je voortdurend schrik je ervan. Maar wat is het taboe dat je schendt dan? Ik heel goed begrijp, want ik heb dus een groot deel gelezen en aangelezen. En wat ik merk is dat hij inderdaad, wat hij zelf voor mijn vraag ook naar suggereerde, en ook van de redactie, moet zeggen, Maud van der Rijt heeft hier haar best op gedaan. Wat je ziet is dat hij inderdaad bepaalde zaken naar boven brengt, gewoon echt opduikelt, uit het stof eraf blaast en zegt, kijk, dit is er ook gebeurd. Dit is er ook gebeurd. Het voorbeeld was gaf van Kortenhorst. Wat verstoort het verhaal? Er is een interessante passage, of althans de professor Geil, die zegt de ontgoocheling van de verzetstrijder, heeft hij het over. Wat bedoelde hij daarmee dan? Voor? Daar heeft het al over, Jan van Charles. Geil zegt dat het boek van Jan van Charles... Dat is professor Nagel, geweest. Ja. Maar het is het symbool van de ontgoocheling van de verzetstrijder. Precies wat ik net schetste. Kort na de oorlog, weer het verzet, was er een duidelijk beeld van hoe de wereld samen ingericht moet worden. Ja. Toen de Zuid-Afrikaanse het boek gepubliceerd, waren echt stukken die laten bundelen. Ja, toen was de desillusie, het was niet gelukt. En hij was daar ontzettend boos over. Dus dat boek is één grote klaagzang, woede over het feit dat die samenleving die aan het eind van de oorlog had moeten breken en moeten veranderen, niet veranderen. Dat met de verzetshelden, mensen die het wel wisten, niet op handen droeg. En ik wil als voorbeeld, dat noem ik trouwens in dit stuk ook. En de dominee? Een arts volgens mij. Een arts die na de... Je hebt toch een medicus die zo ontzettend keurig is afmoderen. Dat vond verzet in Londen, maar vond verzet over de jaren 50. Waar die mensen die de oorlog als een beetje meededen. En dan ook weer zo'n beetje meededen. Het klootjesvolk van de jaren 60. Ja. Daar was Charles ook een voorloper van al die GR. Dus Koos van Wering, dan de biografie van schrijver Martin van Averhoor, analogieën, al die mensen die ons beeld gegeven hebben. Ja, onder hen een voorbeeld. Ja, ik heb nog maar 2 minuten. Ja, wil ik u nog wat aan Chris vragen of niet? Wat in 1,5 minuut kan, anders doe ik het. Dat doe jij maar. Nou, wil ik aan jou vragen. De oorlog als eikpunt, bestaat dat ook voor jou? Ja, volkomen absoluut en volstrekt. Ja, dat is voor jou. Zeker, maar ook op zoveel manieren en ook in het dagelijks.